Goeiedag iedereen. Vandaag zijn wij in Schelle en wij bezoeken hier de Smartekapel, ook wel bekend als de Laarkapel. En u ziet ze daar al, het zal zeker de moeite worden. De ouderdom van deze kapel kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar ze moet toch minstens van de 16e eeuw dateren, wordt ruim geschat. En ze is al die tijd heel populair geweest, ook nu nog, want er komt heel veel volk. Dat zien we ook vandaag. In 1988 werd de 500ste verjaardag van deze kapel gevierd. Wat dus zou betekenen dat men hier ervan uitgaat dat de kapel in 1488 gebouwd werd. Ze wordt met zekerheid genoemd in actes uit 1568 en 1650. Het smalle voorstuk stamt uit de 15e eeuw. Het bredere koor werd waarschijnlijk in de 16e eeuw bijgebouwd. De populariteit van de kapel heeft waarschijnlijk te maken met de Arduinensteen die een aflaat van 800 dagen belooft. Sinds 1939 is de kapel een beschermd monument en in 2017 werd ze grondig gerenoveerd. Het is een erg mooie kapel, echt waar. Maar ik had ze precies nog iets groter ingeschat. Maar desondanks komt hier heel veel volk naartoe, echt waar. Je kan hier ook nog verschillende kaarsjes kopen. Je kan hier zelf legaal spoorlopen in Schelle. Voilà, dat was het dan voor vandaag.
In het mooie Schellen kan je van alles zien, zoals deze kasteelpoort zonder kasteel. Ik wens jullie nog een prettige dag. Tot de volgende keer. En Soren, de groeten aan u, want jij bent van Schellen, hè. Ik ben dat niet vergeten. Dag.